kijkt. Mijn naam is Wilma en dit is alweer de 10e KPS-vlog. Ik sta hier naast een prachtige hengst en naast Tom Venema en Rinske Engelsma van FE Horses. Kunnen jullie jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Rinske Engelsma. Ik ben 21 jaar oud. Nou, wij richten ons vooral op het kunnen klaarmaken van frisse paarden en de in- en verkopen van paarden. Ja. En ik ben Tom Venema. Ik ben 25 jaar oud en ja, ik doe dit samen met. Ja, jullie zijn nog een jong koppel. Hoeveel trainingstallen hebben jullie? Wij hebben hier 6 trainingstallen voor de keuringspaarden. Met een spoelplek, een logeerton en een buitenbak. Oké. En dit is bij Tom zijn ouders op het bedrijf. Ja. Wat mooi dat jullie van deze locatie gebruik kunnen maken om jullie bedrijf op te zetten. Bij keurings klaarmaken, daar komt heel wat bij kijken. Je kan het op een heleboel verschillende manieren doen. Wanneer komt een paard bij jullie in training? Een paard komt meestal 6 tot 8 weken voor de keuring bij ons in training. En dan is het maar net hoe het paard ervoor staat en wat voor conditie die gebracht wordt. En op basis daarvan maak je een trainingsschema. Wat kan je elk paard naar de keuring doen? Het hangt eigenlijk af van de verwachting van de eigenaren. Sommigen die hebben als doel voor het sterpredicaat te gaan natuurlijk. Sommigen hebben als doel dat de merrie preferent wordt of willen graag een opname in het stamboek of een derde premie. En aan de hand daarvan ga je kijken van, nou ja, kan die dat behalen? Eigenlijk kan elk paard voor de keuring, maar het is afhankelijk van de verwachtingen die de eigenaar heeft. Vanaf welke leeftijd mag een paard voor de keuring? Wordt er nog onderscheid in gemaakt? Eigenlijk kan elke leeftijd kan naar de keuring. Op de fokdagen zijn de leeftijden verdeeld in rubrieken. Dus je hebt natuurlijk een veulenrubriek, een enters en twenters rubriek en 3-jarige veulenboekmerries. Waar wordt een paard op beoordeeld tijdens de keuring? Een paard wordt beoordeeld op rastype, het Friese rastype, de bouw. En het beenwerk en de beweging, de stap en de draf en de beweging telt dubbel. Oké. En Rinske, wat doen jullie allemaal bij de training? Want ik neem aan, jullie krijgen het paardje 6 tot 8 weken van tevoren, zei Tom net. Hoe beginnen jullie de training? Het is verschillend per paard, laten we dat voorop stellen. Maar lanceren jullie of... Geen één paard is natuurlijk hetzelfde. Elk paard heeft, heeft weer andere kwaliteiten. Ja. Nou ja, daarop maken wij eigenlijk het trainingsschema. Ik denk dat je ook zo een beetje naar de keuring toe moet trainen. Er zit natuurlijk verschil in. De ene heeft meer bespiering nodig op de rug, de andere kan krachtiger in het achterbeen. En meer souplesse. Dus je hebt van elk paard is anders. Dus je hebt van elk paard een ander doel waar je naartoe traint. En ik denk dat voornamelijk veel longeren daarbij helpt om de paarden in goede conditie te krijgen voor de keuring en mooi bespierd te krijgen, maar specifiek is denk ik niet echt één manier voor de paarden. Je kunt spelen met dubbele longe, enkele longe, veel stappen bij paarden die niet goed stappen, dat ze veel zien en zo kun je een beetje de training bepalen. Eigenlijk elk paard heeft wel een ander trainingsschema. Nou Rinske, de keuring die komt eraan. Wat komt er nog meer bij kijken? Want hij moet ook een beetje verzorgd eruit zien. Ja, nou natuurlijk voor de keuring worden de paarden altijd getoiletteerd. We doen altijd de pijpjes opscheren, zodat de juryleden de kwaliteit van het beenwerk goed kunnen beoordelen tijdens de keuring. En voor de rest doen we het baardje altijd mooi toiletteren, ook een beetje opscheren en de oren vlak uitscheren. De snorharen mogen niet afgeschoren worden, dus daar moet je altijd een beetje op letten. En voor de rest is het belangrijk dat de paarden in een mooie dunne vacht of zomervacht zitten. Ook voor de paarden die in de winter voor de keuring gaan. Dus deken of winterdeken is dan wel, kan daar wel bij helpen. En wat je bij Friese natuurlijk veel hebt is dat ze wel een beetje gevoelig zijn voor mok. Ook met de vele sokken die ze hebben. En wat wij dan ook altijd wel veel doen is dat ze ze vooraf goed met mok wassen. Dus dan kunnen de benen ook mooi bijkomen en opdrogen als ze uit opvang komen. Voor de keuring doe je ze altijd wassen zodat ze er mooi verzorgd uitzien voordat ze naar de keuring gaan. Ja, nou dit paard heeft er al zin in volgens mij. Zullen we een stukje stappen? Ja, is goed. Wat is belangrijk om op te letten? Waar let de jury op tijdens de keuring?
Ik probeer altijd erop, als voorbrenger probeer je altijd dat het paard zo ontspannen mogelijk stapt. Ja. En dan zo ontspannen mogelijk in de keuring te schijnen. Je probeert altijd in stap het hoofd zo ver mogelijk te laten zakken. Daardoor wordt de stap het op zijn ruimst. Hey Tom, we hebben net de stap gezien. Hoe je dat aan het doen was en waar je op let. Bij de draf, beweging tel dubbel, vertelde je me al. Klopt. Waar let je dan op als voorbrenger? In draf probeer je echt het paard op eigen benen te laten lopen en als voorbrenger zo min mogelijk aan de mond te zitten. Ja. En de keuring wordt gehouden in een driehoeksbaan en je probeert als voorbrenger elke wending probeer het paard mooi terug te zetten en als voorbrenger er zelf omheen te komen. Okay. Dus eigenlijk versnel jij in de bochten om het paard heen, die hou je wat terug en dan kan je weer met het paard mee naar voren lopen zodat hij op eigen benen door de baan kan. Klopt helemaal. En dan kan uit elke wending kan het paard zichzelf weer opstarten op eigen benen. En dat is een beetje wat je wil. Ja. Ja. Nou, dat lijkt me nog een hele kunst. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Nou, Tom en Rinske, bedankt voor jullie duidelijke uitleg. Ik hoop dat het voor de kijkers ook duidelijk was. Heel veel succes verder in de toekomst. En de volgende vlag zal zijn bij hengstenhouderij familie Bosma. Daar kijken we mee bij hun op de locatiekeuring.